Hij gaat voor iets. Voor 100%. Ja, Bas, zeg het maar. Je bent de beste. Het was altijd een hele goede belofte. Tegenop kijken is misschien een groot woord. Hij hoort toch wel tot de betere juniors van Nederland. En om nu nogmaals te proberen prof voor hem, dat gaat echt niet makkelijk worden. Ik voel me echt niet goed. Dit is zijn enige kans om zijn droom te werken. Het is nog steeds een jongensdroom. Ik denk dat het bij de profs wel pittig gaat worden, maar aan inzet zal het niet liggen. Lekker band. Shit. Als je het niet probeert, weet je nooit niet waar je zal uitkomen. Dus bij deze vind ik het heel dapper dat je het toch probeert. Je moet wel presteren. Het is wel topsport. Topsport is maar om één ding, je doet top. En als het geen top is, is het exit. Wij waren ook een beetje verbaasd op zijn niveau. Het gaat natuurlijk niet makkelijk worden, hè? Maar goed, dat hoort erbij. Ik heb fucking hard afgezien. Een sportklasse renner, die wordt normaal gesproken geen prof. Dat is heel zeker. Heeft er iedereen opgelegd of wat? Ja, mij, ja, mij. Als je realistisch bent, is die kans haast 0%. Hij mag me verbazen. Als hij ervoor gaat, gaat hij er volledig voor. Ik ben Bas Dietra en ik ga profielrenner worden. In de laatste wedstrijd die ik reed in de serie bij Josse gaat voor goud. Ik heb wel, sinds we weer begonnen zijn met koersen, echt weer heel veel plezier erin. En dat ik van plan ben deze hele winter door te gaan trainen. En om dan eens te gaan kijken wat we volgend jaar gaan doen. Komt bij mij weer een beetje in het gevoel van, er zit misschien wel weer iets meer in. Ik denk dat jij heel veel mensen hiermee toch even laat schrikken. Hier voor mij wel. Het meest verbaasd was ik het moment dat hij zei, ik ga het toch doen. Omdat hij niet tegen mij gezegd heeft van... Ik wil het weer graag. Even de beker ophalen en dan zien we wel even voor volgend jaar. Toen je op het podium stond, toen vroeg ik, vind je het leuk? En daar kreeg je een antwoord op. Ja, als je naar de ronde van Hanke de sportklasse 50 tot 60 kilometer rijdt. Ook al is dat op het superlaagste niveau, ik voelde gewoon bij mezelf dat ik wielrenner aan het worden was. Is dat totaal anders dan dat je een klassieker rijdt waar je ruim 200 kilometer moet fietsen. Als Sebastien Twinkling, die qua jongens Twinkling in zijn ogen heeft, dan is hij altijd iets van plan. Dus we zitten nu in de auto naar Manage. 4,5 uur rijden voor mij. Ik ben wel heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ben je gespannen? Nou, het kan heel veel impact gaan hebben op mijn leven, ja. Maar ik snap heel goed dat je niet kan zeggen, jongen, jij gaat Parijs-Roubaix rijden, dat snap ik. Maar ik hoop gewoon dat hij het gaaf vindt om mij in het hele traject van nu daar naartoe, om te kijken hoe ver we kunnen komen. Hij heeft natuurlijk gewoon een ploeg van 16 renners. Die hebben natuurlijk allemaal een programma, die hebben allemaal een contract. Ja, dus dat is natuurlijk de invloed. Als ik erbij kom, is dat een rennen meer. Plekje minder ook soms voor anderen. Maar ik wil wel heel graag kijken hoe ver ik kan komen. En vanuit mezelf denk ik ook dat ik zo ver kan komen. Maar dan moet ik hem wel van overtuigen, ja. Hey, goeiedag. Het is misschien nu het moment voor een test te doen in Leuven. Dat zal ook een interessante basis of te zien, om te zien naar hoe waar u gaat. Nou, we rijden net weg bij het kantoor waar we het gesprek hebben gehad met de ploegleider. Manager van de ploeg. Ik ben Christophe Brandt. Ik ben de teammanager van de team Bingol Power Source. De complete naam is Bingol Power Source WB. Dus WB voor Wallonie Bruxelles in afkorting. Nu is het opeens wel heel snel echt. Yo. Bas, moet je iets vertellen? Nou, ze willen in ieder geval het traject ingaan. Hij heeft ons zijn idee voorgesteld voor terugrenner te worden. Hij zei gewoon letterlijk, als Bas zich sportief kan bewijzen, tuurlijk, waarom niet? Ja, dat lijkt me meer dan logisch eigenlijk wel. Het zou ook gek zijn als Bas als clown daar mocht staan. Nou, nu is de spel begonnen, ga ik zeggen. Niet meer echt het figuur van een wielrenner. Dat is wel heftig hoor. Maar hij is wel altijd in beweging gebleven. Wat maakt dat de schade zeg maar niet zo groot is geweest dat alles weg is uit het verleden. Nou ja, je zult er geen betere wielrenner van worden in die 2 jaar. Maar ik denk ook zeker niet slechter. Ik ben Hans Sietema, vader van Bas. En ik heb als vader heel veel tijd in kilometers en uren doorgebracht met mijn kinderen. Bas wilde voetballer worden. Toen hij op voetbal ging, waren er 2 voetbalverenigingen naast elkaar. Ik had een voorkeur op dat moment voor ZAC, maar hij vond groen met witte streepjes mooier. Dus dan raad je het al, het werd Zwolse Boys met groen en witte streepjes. Van daaruit werd hij gescout en kwam hij uiteindelijk bij Pek Zwolle terecht. Uiteindelijk kreeg hij daar helaas een gescheurde kruisbanden en is zodoende gaan wielrennen. Ik denk niet dat hij echt doorgebroken was als profvoetballer. Ik won verschillende koersen, internationaal en nationaal. En om me heen zei iedereen, je moet gewoon heel hard rijden. En er komen allemaal ploegen komen naar je toe en die willen een contract aanbieden aan jou. Dus ik dacht echt, wow, gaat goed. Hey,
één coureur. Aan de houding te zien, Bas Tietema. Tegenop kijken is misschien een groot woord, maar hij behoorde toen wel tot de betere juniores van Nederland. Jawel, Bas Tietema, die wint hier. Felicia, ja, dankjewel. Mooie overwinning. Ik ben Artijs de Vries, 25 jaar oud en ik ben wielrenner bij Metec. Ik ben Nederlands kampioen geworden bij de belofte in de tijdrit. Alles eruit en zo mooi. Toen ik bij de belofte kwam bij Rabobank en toen reed Bas ondertussen bij BMC. Toen zijn we elkaar natuurlijk vaker tegengekomen. Ik hoorde andere renners om me heen, ik ga naar Rabobank opleidingsploeg. En bij mij kwam niemand. Hij wilde heel graag of naar Exxon, dat is een Amerikaanse ploeg van Axel Merckx. Of BMC. Omdat het mij gewoon qua avontuur super vet leek om naartoe te gaan. Maar wij komen niet uit de wielersport, dus hebben geen idee hoe dat werkt. En toen heeft hij via via proberen Rick Verbrugge te achterhalen. Op Twitter een berichtje gestuurd. Gewoon bijna tot aan spammen aan toe, denk ik. En toen was er een wedstrijd in Zuid-Limburg. En daar stond die bus van BMC. En ik zei, dan moet je erheen lopen. En Rick Verbrugge zei van, ik heb nog één plek vrij, maar daar kom je dan pas achter, wie ben je eigenlijk? Stuur me wat op. Ze kregen, hoorde ik achteraf, echt honderden mailtjes per maand. En toen hadden we zoiets van, jeetje, kom je überhaupt ergens bij? Dit weekend staat helemaal in het teken van duurtraining. Ik heb twee lange ritten vandaag. Ga ik een uur of 4,5-5 doen. En ik ben nu eerst een uurtje zelf bezig. Daarna sluit ik aan met de groep. Wat in je eentje 4,5-5 uur is lang, hè? Ik heb nu 90 kilometer en ik wil de 120. Dus ik ga straks nog in mijn eentje even door. Morgen weer de volgende trainingsdag. Want morgen weer duurtraining. Zo komen we aan die jongen. Het ging eigenlijk echt wel heel lekker eigenlijk. Gisteren was met de junioren nieuwelingen mee. En vandaag met de elite ploeg van de Hansrenners. Het gaat hier wel een tandje sneller, maar vandaag weer 3-4 uur. Ik merk wel dat gisteren dan nog een beetje erin hakt. Dat was de eerste keer sinds erg lange tijd dat ik in het weekend 2 lange duurrit heb gedaan. Ik merkte wel gisteren dat ik 's avonds word moe. Dat ik gewoon vroeg in slaap val en ik heb echt honger. Soms wel echt eetbuien, omdat ik gewoon in één keer heel veel verbrand. Ik zeg gewoon dat ik gezond en goed aan het eten ben. En ik heb echt een eetbui. Ik heb echt honger op deze rustdag. Rustdagen kunnen best wel soms saai zijn. Dus ik heb nog even stiekem 45 minuten gefiet. Sorry Wilbert. Ik ben Wilbert Broekhuizen. Ik kom uit Zwolle. En ik ken Bas 5 jaar. Hij is 5 jaar geleden bij mij komen trainen. Toen hij bij Beat Cycling kwam rijden. Maar op de vraag, ben je klaar voor? Ja. We zijn onderweg naar een podotherapeut. Daar ben ik naartoe omdat ik eigenlijk altijd best wel veel last heb gehad van mijn linkerheup. Dat als je kracht levert, dat mijn enkel zo wegzakt. En dan gooi ik mijn heup erin en dan wordt dat een soort van pijnpunt. Toen ik met Bas ging samenwerken, dacht ik, wat een eigenwijs figuur. Ja, hij is zowel de trainer, de ploegleider, de bikefitter, de manager, de PR-man. Maar de kunst is, kun je ook dingen loslaten. Deze gaat er altijd in. Als ik niks doe, dan gaat hij zeg maar zo en dan dan komt het uiteindelijk bij die punten eruit. Ja, het gaat zo, hè? Zo. Bij mijn hak mis ik denk ik veel. Of veel. Maar kijk, ik kan nu ook zeg maar, hem zo optillen. Dan heb ik zeg maar hier. Echt hier zeg maar, gewoon hier. Dan heb ik vrij veel ruimte. Ja, als ik zo moet tekenen, echt zo hier zo. Mijn verhaal van mijn voet is best wel complex. Het is echt heel extreem hoe scheef mijn voet staat. Dus ik heb wel het gevoel dat we nu echt op de goede weg zitten. Er zijn nog wel kleine verbeterpunten. Voel je direct ook verschil? Ja, je merkt wel heel veel steun. En ik heb natuurlijk heel lang wel gewoon nog koers, ook die criteriums. En dat gaat dan wel op doorzettingsvermogen. Maar je voelt gewoon constant een soort van knik. En dat is dan niet dat je echt vermoeid bent van de wattages, maar meer gewoon omdat je pezen gewoon vermoeid zijn omdat constant die knik maken. Nou, dat zwarte wat je ziet, dat is de basissool. Nou, dat is zoals je kan zien best wel dik. En als dit goed is, dan wordt dat straks allemaal verweven in één zool. Dan heb je niet zo'n kunstwerk. Hoe doe je die altijd in? Zo? Dat geknik is weg. Maar je hebt wel nog je schoenplaatje behoorlijk staan dat je met je hiel naar binnen geprobeerd staat, hè? Ja, maar als ik fiets heb ik juist het gevoel dat ik heel erg zeg maar nog zo fiets, maar naar buiten. Als ik even ten opzichte van de eerste keer kijk en ik kijk nu, dan zie je eigenlijk dat die rotatie dat je voet al bijna weg is. Je noemt het zelf al heel mooi, het knikje is uit je voet. Maar als de keten omhoog, jouw knie en jouw heup, staat veel mooier in lijn. Ja, dit voelt ook een stuk beter. Dus je hebt nu ook bijna het gevoel dat ik rechts ook nog wel, maar dat kan... Nee, rechts sta je echt fantastisch. Nu kan ik Parijs-Roubaix wel winnen.
Ja, nou, daar gaan we ook wel van uit eigenlijk. En toen was er een 2-3-daagse wedstrijd Keizer de Juniores in België. Met Mathieu van der Poel, Nathan van Hoordonk en die andere jongens. En hij won de eerste etappe. Die etappe, ik kwam over de finish en later in het hotel. En toen kreeg hij een berichtje en hij reageerde nergens op. En toen was het eten voorbij, toen zegt hij, papa, loop even met me mee. En toen zijn we naar buiten gelopen en toen had hij een berichtje gekregen van Rick Verbrugge van Bel Even Terug. En op die moment, ik zie ons nog steeds bij de auto staan, belde hij op. En dat hij langs mag komen in de Eken bij het BMC Development Team om gesprek te krijgen. Dus, en dat was echt pas super laat in het seizoen. Dus uiteindelijk iedereen aan mij vraagt, oh, hoe heb je dat gedaan? En super tof, want het was echt zo'n beetje het hoogste wat je kon hebben als belofte. En als het nou door de overwinning is van Keizer de Juniores, of dat ze hem vanaf dat moment gevolgd hebben, of dat iemand anders niet kwam, of wat dan ook... Ja, soms lopen dingen zoals ze lopen en dan heb je misschien niet zoveel invloed op als je zou willen. Ja, bij BMC dacht ik wel echt van oké, prof worden zit erin. En in de eerste jaren reed ik echt goed. Toen dacht ik van oké, ik moet dit gewoon volhouden en dan gaat het goed komen. En dus ieder jaar bij Parijs-Roubaix, derde, tiende. Ik heb elk jaar top 10 gereden. En dat waren ook echt de koersen waar ik mij op wilde richten. Dus ik was wel altijd bewust bezig van oké, nou, als het op deze manier doorgaat, dan zit het er echt in om in mijn derde of vierde jaar de stap te maken naar de profs. Ja, uiteindelijk ben ik dus in de wedstrijd Brussel-Opwijk ben ik gevallen. Ik ben in het hotel in Overijzen, want morgen hebben we onze allereerste koers, Brussel-Opwijk. Ik dacht dat ik een lekker band had, dus ik deed zo'n stuiter op mijn voorwiel. Dus ik hou mijn wiel zo op mijn stuur zo omhoog, valt mijn wiel eruit. Land ik op mijn voorvork, breek mijn sleutelbeen. Even op het toilet, niet al te best geslapen, kijk. Hier zie je de bobbel. Ja, toen ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan. Alleen je krijgt altijd met een operatie, natuurlijk medicatie ingespoten voor het herstel, pijn, stilling en dat soort dingen. En dat is voor, als ik dan terugkijk, de eerste keer dat ik echt bewust heb opgemerkt dat ik aan mijn huid bobbeltjes, rode vlekjes en jeuk kreeg. En daar heb ik er al heel lang last van gehad, ja. Zelfs eigenlijk nog tot misschien wel zelfs begin 2021. Maar het feit was dat Bas daar op dat moment veel mee bezig was. En dat is eigenlijk mijn privé mening. Is daartoe misgegaan. En dat hij te veel met randzaken bezig was en niet met de dingen doen die hij moest doen. Goed zijn training afwerken. Als je het mij vraagt persoonlijk, misschien neemt je het me niet in dank af, maar het lag niet aan de huidproblemen. Ja, en dat was heel moeilijk voor hem te accepteren. Maar ik denk dat de huidproblemen, voor 99% ben ik ervan overtuigd, dat uiteindelijk het niet slagen van Bas is geweest. Nee, ik ben niet alleen maar door de huidklachten gestopt. Ik denk dat het weer aanleiding is geweest, want ik reed wel wedstrijden. Nou, je kan de uitslagen opzoeken, dat was het ene DNF'je op een gegeven moment naar het andere niet gefinishte wedstrijd. En er zijn een paar uitzonderingen geweest. Bij M Post heeft hij 1 wedstrijd 3 truien gewonnen. En heeft nog een keer met NK tijdrijden beloftes, is hij derde geworden. Dus ja, heel blij mee met de derde plek. Daarna was het in plaats van voor het peloton in het peloton en in plaats was het achter het peloton. En nu de laatste. Echt een half jaar, 3/4 jaar gaat echt heel goed. Bas Tietema, Leo Alkemaar hier. Hey Bas. Hey Bas. Bas. Onze vriend Bas wil alsnog prof worden. En nee, goed woordje voor mij doen, want ik wil ook prof worden. Dan heb je Josse er een paar keer af kunnen rijden. Een beetje premies kunnen pakken in de sportklasse. En dan denk ik meneer meteen prof te kunnen zijn. Kunnen we zien fietsen in het glazen huis. Er zit zoveel power in, zoveel passie. Dus als jij besluit om profielrenner te worden, nou ja, dikke kans dat het je nog gaat lukken ook. Ik ben 2016 en ben ook samen op stage gezeten met BMC Development Team. Dat is al een tijdje geleden. En het niveau in profpeloton is er ook wel wat vooruitgang aan het zien. Gaat het hem lukken? Op papier zou je moeten zeggen nee. De lat ligt inmiddels best wel hoog in Nederland. Dus ja, het zal sowieso een heel moeilijke uitdaging worden. Ik denk ook dat hij in de rest van het peloton een beetje onderschat wordt. Omdat mensen denken, ach, Bas Tietema, van die leuke filmpjes. Ach, en dan fietst hij voorbij en dan wint hij. Meen zelfs nog, Roubaix voor belofte. Keertje podium. Kan mis hebben, hè. En ik ben ervan overtuigd dat jij het weer gaat maken. Ik weet eigenlijk vooral dat hij nog glad uit het wiel heeft gereden in de finale. Ik hoop heel erg dat het gaat lukken en ik wil je heel veel succes wensen. Ik wens je heel veel succes ermee. Leef er 100% voor en maak er het beste van. Succes. Zet hem op, Basie. Succes. Succes ermee, Bas. Ik hoop nog heel veel van je te horen. Het gaat je goed, jongen.
40 ben ik nu. Wat denk je? Kan ik nog prof worden? Of, ik stopte toen ik 40 was, maar als pas Tietema nog prof kan worden, dan zou het bij jou wel lukken, denk ik. We zijn weer onderweg naar België. Vandaag is een van de grote testmomenten. We hebben vandaag de fysieke test op een universiteit in België. Daar gaan we de eerste keer een beetje kijken in hoeverre het realistisch is dat ik mee mag gaan doen met de trainingen en trainingskampen. Nou, van de week gingen de trainingen best wel goed. Een paar wat lange duurtrainingen gedaan. Het ging weer echt goed. Het ging echt lekker. Waar zijn we? Ja, ik dacht dus dat we in Leuven waren of zo, maar dan het Franse Leuven, maar het heet Louvain. Het is gewoon een andere plek. En hier doen alle mensen van Bingo hun testen. Dus ik nu ook. Aan de ene kant ging het wel deze week vrij goed met trainen, dus dat gaf me wel motivatie. Maar zo'n test is wel altijd spannend. Bij Wilbert waren ze spannend, maar nu zit er ook nog een soort van druk op om naar de trainingskampen en ploegentrainingen te doen. Als het niet echt gewoon slecht is, kan het inderdaad zijn dat ze zeggen van we trekken de stekker eruit en gaat niks worden. Terwijl wij ondertussen verdwaald zijn in België, kan jij een kijkje nemen op ons nieuwe online community platform. De Tour de Tietema Club. Een plek waar jij ons al je vragen kan stellen, waar je andere fietsers kan ontmoeten, toffe routes vindt en als meesterknecht ook nog eens exclusieve updates ontvangen. Meld je snel aan op club.toerdetietema.nl en abonneer je ook direct gratis op dit YouTube kanaal om niks te missen van mijn plan B. 40 watt in één keer erbij is natuurlijk best wel. Ja. Morgen is de eerste training, de eerste groepstraining met Bingo, Powell, Sauze, Wallonie, Brussel. En dat is 4 uur rijden vanuit Zwolle. Ik ga even bij mijn team laten voegen. Jij was bang dat het allemaal in het zou zijn zo meteen. Dat weet ik wel zeker dat het is.